Bolende. Ik had een afgebroken studie met mijn Nederlands achter de rug. En ik ben toen inderdaad aan het reizen geslagen. Onder andere naar Zweden, waar een broer van mij al zat. En ben daar bardenwasser geweest in die tijd. In een fabriek gewerkt. En heb wat Zweeds geleerd. En ben Zweedse poëzie gaan lezen. En heb daar Cora, mijn vrouw, leren kennen. Daar is hij. In Zweden, is toch gewoon, ja. Ik ben nog steeds een van de weinigen die met zijn eerste vrouw is. Ook toen al, in de eerste vijftiger jaren, zocht Sybren Paulet in zijn werk wel bewust de storende volheid van het moderne leven. En daaraan is hij tot op de huidige dag trouw gebleven. Hij, man. 1. Ik ken, vermoed hem wel. Wellicht draagt hij een Audium hoorbril 1200... uitgerust met 3 weerstand gekoppelde transistors en een zeer gevoelige luisterspoel. Zo hoort hij mij op grote, normale afstand. Zijn stem, wauw en flatter, minder dan 0,1% bij 5000 hertz, rumble en hum, verwaarloosbaar klein, is helder en doordringend. Ook als hij raast, tiert, zingt, vloekt, boert of over door de regering gevorderde radio zijn tijd beschikt. En ook wellicht, of vrijwel zeker, met zijn fijn geslepen contactlenzen, dioptrie, min 12, min 14, ziet hij mij. Ziet mij, want kent geen abstracties. Hij, allesziender, alleshoorder, allesdenker. En ik, eigenwijsgerig, denk dat ik hem denk. Ik ken, vermoed hem wel. 2. Hij, vele malen sterker dan ik. Hij, vele malen sterker dan ik. Mijn gecompliceerdheid een vouw in zijn eenvoud. Zelfs mijn ademhaling verwekt complicaties. Vele malen slimmer, want nog meer. Even wachten. Nee, die polemiek, dat was vele jaren later, dat was met Paul Rodenko. Over welke kant de poëzie eruit zou moeten gaan, dat wist je in die tijd allemaal nog beter, of meen je beter te weten. En wat was jouw standpunt in die tijd? Nou, in die tijd, ik had mijn eerste ontwikkeling achter de rug. Mijn eerste poëzie was natuurlijk niet de beste, maar dat had al een zekere vorm gekregen. Toen ontdekte ik ook opnieuw Whitman. En daar correspondeerde ik ook wel over met Rodenko. En wat me daarin aantrok, dat was het gebruik van een hele andere terminologie. Whitman is de eerste die alle aspecten van de moderne wereld in zijn poëzie betrok. De machines mochten er deel van uitmaken. Alle nieuwe uitvindingen verwerkte hij daarin en dat trok me enorm aan. En dat werd kort erop gevolgd met mijn eerste kennismaking met science fiction literatuur, die een enorme invloed op me had. De dichter als dokter. Klop, klop. Hier komt de dokter met zijn woorden. Als een vriendelijk geklede avond. Een avond in sportkostuum. Tril maar niet. Ik zal de pijn wegzuigen uit je wang. En als je wilt, leg ik mij op je als een warm compres. Zo wen je misschien gemakkelijker aan je lichaam. Ben je alleen? Stel je maar voor. Iedere minuut treed ik opnieuw de kamer binnen. Ik steek de lamp aan en schik je bed. 1 woord leg ik op je voorhoofd, als een hand koel ijs. 2 woorden duw ik als kussens in je rug.
Eén woord laat ik achter om je te strelen. Zo heeft mijn gedicht toch een functie. En als je wakker wordt en wil drinken, twee jongen in het wit gestoken woorden geven je te drinken. En als je slapen wilt, dit is een woord zo zacht dat je wel moet slapen. Klop, klop, hier komt de dokter met zijn woorden. Behoorlijk romantisch, hè?